We hebben in de vorige lessen hebben we de G en de D en de C hebben we laten zien dat we dezelfde figuren gebruiken met vier noten en hetzelfde ritme, kort, lang. En dat kunnen we in een 12-bar blues spelen. Een 12-bar blues ziet er zo uit. 12 maten. Zie je hem staan. Vier maten een G. En twee maten een D. Twee maten G. Dan een D. Dan een C. En dan eindigen met een dubbele G. Dat zijn 12 maten. Dus de bluesy, groovy blues. 12-bar blues, vier kwarts. Oké. Dus dit was een G. Toen gingen we naar de C. En als laatste variant is de D. Nou, hoe ziet dat in totaliteit eruit als we de 12 bar blues hebben? Als volgt. Ik ga kijken of ik mee kan tellen en probeer met me mee te doen. Ik ga dit ritme gebruiken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké, nu tel ik 4 vooraf en gaan we beginnen. Probeer met me mee te doen. En als je het niet volgt, start gewoon de video opnieuw, ja? Dus het ritme is 1, 2, 3, 4. Oké. Komt hier nog een keer. Ik tel 4 vooraf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.